Jullie zijn hier vannacht binnengekomen. Welkom bij de Attic Orphans. De wat? Het is Engels. Zolderweesjes is het in het Nederlands. Oh, en dat vertellen jullie me nu pas? Maar dit is een misverstand. We zijn helemaal geen weesjes. Waar zijn mama en papa? Ik wil naar huis. Dat kan helemaal niet. Iedereen hier is een wees van straat geplukt en hier geplaatst. Maar het zou het niet kunnen zijn dat... Nee, dat kan niet. Wat? Ze zeggen het wel zelf, hè? Dat ze ouders hebben. Het is wel eens gebeurd dat hier iemand is binnengebracht die wel gewoon ouders heeft. Ruben? Ruben? Wat? Zij zijn net als jou. Jij? Ik heb gewoon ouders. Ik zit hier 8 jaar. Super lang. Maar je kan hier echt niet weg. Tenzij... Je gaat werken. Maar of dat nou zo fijn is? Ze moeten de waarheid weten, Maud. Dirk, de eigenaar, verkoopt ons als slaven aan de rijke gezinnen. Maar dat is mensenhandel. Dat is illegaal. De politie is al een paar keer geweest. Maar dat doet hij net alsof dit een megapaleis is en dat wij de weeskinderen zijn. Dus we zitten hier voor altijd totdat je aan het werk mag. Maar of dat nou zo fijn is? Worden we verkocht? Maar dat is illegaal. Laura, je hebt het al zo vaak over gehad. Ze zegt het net zelf ook. Ben je een vis of zo? Misschien. Beer ligt nog thuis, maar dan zie ik hem weer nooit meer. Ik heb misschien een voet zitten in mijn rugtas. Kijk eens. Hier hebben we in ieder geval elkaar nog. Kom. Komen jullie er ook bij? Jullie horen nu toch ook bij onze familie? Samen sterk! En samen dood. Hier komt eraan, snel! Kinderen. Wat ben ik blij om jullie te zien. En wat verblijdt het mij nog meer dat jullie in staat waren zo snel te komen hier naartoe. Wij zijn heel blij als u belt over nieuwe weeskinderen. Voldoet ze aan de criteria? Uiteraard. We hebben heel wat te bieden. Maar het lijkt me verstandig om gewoon een rondje te lopen. En gewoon eens even rustig te kijken wat we allemaal hebben vandaag. En misschien zie je dan wel jouw buddy. Ja? Loop even die kant op. Zeg het maar, piep maar als je wat ziet. Het jongetje daar is een klein beetje ziek, maar dat is al 2 weken zo. Hij zit nu in zijn laatste fase, dus dat wijt alweer over. Maar ik zou, als je hem zou kiezen, de eerste 3 dagen gewoon even wachten. Gewoon een beetje een soort lockdown zetten. En daarna kan hij gewoon meedraaien in het huishouden. Dat is helemaal geen probleem. En vind je dat wat misschien? Nee. Oké, okay, gaan we verder lopen. Die wil ik. Dat lijkt me echt het beste cadeau voor mijn verjaardag ever. Ik wil haar nu mee naar huis. Kunnen we naar huis? We gaan zo naar huis. Staan. Het komt goed. Ja, het komt allemaal goed. Kom mee. Zo. Jij heet? Zoe. Kijk er nog eens even goed naar, van dichtbij. Ze is goed. Goed. Nou, dan denk ik dat we de papieren kunnen tekenen en is het klaar. Ja? Helemaal goed. Kom mee, Zoe. Ik wil nog iets zeggen.
Wat zeg ik je? Ik ben eigenlijk geen... Wat, dat, sorry, wat wil je zeggen? Ik ben eigenlijk geen... Ik hou zo ongelooflijk veel van jullie. Het enige wat wij doen, is jullie koppelen aan de juiste plek. Jullie zijn allemaal geboren om te dienen. Jullie maken de wereld een stukje mooier. Hoe mooi is dat dan? En jullie gaan een heel groot avontuur na met elkaar. Ja? Jij met je nieuwe vriendinnetje. Tot je oud wordt. En jullie hebben allemaal een plek, kinderen. Allemaal. En op een dag bereiken jullie die plek. En ik ben daarin de schakel. Ik help jullie op weg naar die plek. Ja? Maar tot die tijd wachten we. Heel rustig. Kom je mee? En onthoud. Altijd blijven wachten. Er is een plek. Als jij hier wilt tekenen, dan zijn wij rond in principe. Nou, dan is het vanaf nu helemaal van jou. Hoe vind je dat? Heel fijn. Nou, dankjewel. Hopelijk, nou ja, ook weer niet te snel tot ziens. Ja. Net als de vorige keer. Dat, hopelijk doe je er wat langer mee dit keer. Ik hou haar. Nog een koffie, Dirk? Ja, doe maar, Chantal. Dit kan zo niet langer. We moeten iets bedenken. Dat plan gaat echt niet werken. Zo gaat het al 8 jaar. Er moet iets veranderen. Wanneer komt dat gezellige meisje weer terug? Ik mis haar een beetje. Laura, ik denk dat het beter is als je het komende 30 minuten even je mond houdt. Oké. Mat, dus nog een keer. Dus jij hebt de sleutels van het kantoor van Dirk? Zeker weten. Lekker piek, hè? Oké, dit is het plan. Het zal niet lang duren voordat hij het doorheeft. Dus we gaan vanmiddag tijdens Dirks middagslaapje ontsnappen. Dirk is dan wel in zijn kantoor, maar dan ligt hij te slapen. En kan jij, Jordi, in zijn kantoor de computer hacken om het adres te krijgen waar Zoe nu zit? Klopt, komt goed. Er zijn op de begaande grond bewegingssensoren die een alarm zullen triggeren. Jordi weet hoe hij bij de computer moet komen zonder deze te triggeren. En zal dus ook de sensoren uitschakelen. Klopt, dan is het veilig voor jullie om van de trap af te komen. En dan kunnen jullie langs het kantoor naar het open raam. Vera, Veerle, jullie nemen Robin mee. Wij gaan stil langs Dirk en ontsnappen door het raam. Als hier iets misgaat en Dirk wordt wakker, is het tijd voor Eva en haar plan B. Plan B! Wat is plan B? Rennen, Trent! Wat hier gebeurt is niet goed. Jullie falen. En kinderen die falen, die zullen voelen. Thank you.
Is het veilig? Weet ik niet. Komt hier aan. Weet ik veel. Hij komt. Shh. Hij is weg. Jij gaat met mij mee naar kantoor. Jij gaat voelen dat jij... Het is genoeg, vuile hufter. Jongens, Lieselotte heeft Dirk nog uitgeslagen. We kunnen ontsnappen. Ja, kom, we gaan. Jongens, stop maar met rennen. Dirk gaat hier ons echt nooit meer vinden. Samen sterk! Samen sterk! Gaan we nu naar Zoe? Ja, we gaan haar redden! Jordi? Ik heb uit de software opgepikt dat ze in Breelaan 114 zit. Ik weet waar dat is. Mijn ouders hebben daar vroeger gewoond. Volg mij! Maak je geen zorgen, we vinden Zoe wel weer terug. Wat is het plan? Oké, er gaan een paar mensen naar binnen en een paar mensen naar blijven buiten. Ik neem wel de leiding voor buiten. Dan neem ik wel de leiding voor binnen. Oké, we gaan. Allemaal dood. Whatever, we gaan gewoon. Wij pakken de tuin. We bellen gewoon aan. Hallo. Hallo. Wij zijn van de scouting. We komen koekjes verkopen. Je wordt niet aan de deur verkocht. Samen sterk. Zoe, kom snel. We moeten gaan. We komen je redden. Nee. Zo, wat is nu het plan? We moeten zo snel mogelijk met mijn zus hier weg. Guys? Al is dit laatste wat ik doe, jullie komen hier niet weg! Samen sterk! Uh-oh. Ze zijn enorm ongerust geweest. En ik heb gezegd waar we zijn. Mijn vader en moeder gaan ervoor zorgen dat Dirk en de butler worden opgepakt. En dat alle weeskinderen worden bevrijd. En ze gaan het weeshuis overkopen, zodat we daar met z'n allen kunnen wonen. Echt, wat fijn. Ik weet niet hoe ik je moet bedanken. Jongens, we zijn vrij. Samen sterk! Samen sterk! Samen sterk!